Vol verbazing. Moesten de mensen op reis naar de plaats waar ze geboren waren, het ezeltje over het pad. Het was al wat schemerig en het ezeltje moest goed uitkijken waar het zijn pootjes neerzette, want op zijn rug droeg hij Maria. Af en toe keek Jozef naar Maria. Dan vroeg hij, gaat het nog? We zijn al bijna. Als we straks op de heuvel zijn... gooide hij de deur dicht. Jozef, het werd steeds donkerder en donkerder. Na lang zoeken vonden ze in de wei een stal. En toen legden ze zich op het warme hooi te slapen. De koningen reizen naar de eilanden.
De ster ging nog altijd voor haar uit, totdat hij bleef stilstaan boven de plaats waar Maria en Jozef met hun kindje waren. De vreemdelingen stapten van hun kamelen. Ze gingen de stal binnen. Ze knielden voor Jezus neer en legden hun geschenken bij hem neer. Het goud flonkerde in het licht van de lamp. De geur van mirre en myrrhe vulde heel de stal.